mevrouw Van Vliet, DS en Crossback, die zijn blijkbaar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij hebben inderdaad vorig jaar de DS7 Crossback gelanceerd. Dit jaar de DS3 Crossback. Dus Crossback is een woord wat bij DS Automobiel hoort, inderdaad. En achter uw hoofd hangt ook nog e-tons. Dus wat doen jullie daarmee? De DS die het woord e-tens achter hun naam hebben, dat zijn alle elektrische of hybride uitvoeringen van het model. Dus we laten hier in Brussel bijvoorbeeld de DS3 e-tens zien. Dat is een 100% elektrische wagen die ook gaat komen aan het eind van dit jaar. Eerst gaan we nog de DS7 Crossback e-tens op de markt brengen. Dat is een plug-in hybride, die komt ook later dit jaar op de markt. Dus alles waar e-tens voor staat, of achter staat eigenlijk, dat is het geëlektrificeerde gamma. En dat komt ook van de Formula I, hè. Daar rijden we ook met een DS e-tens. Dus dat is echt een woord wat die elektrische aandrijving uitdrukt. Halen jullie daar de return uit die jullie willen uit die Formula I? Ik denk dat de Formula I echt aan populariteit wint, steeds bekender wordt. En daarnaast is het voor ons ook een soort laboratorium. Want die techniek die we daarvoor gebruiken, die technologie, die zien we terug op onze productiewagens. U heeft al een ruime blik op de toekomst gegeven en daarbij de toekomst. Is dat wat DS dit jaar gaat doen? Dat is wat DS dit jaar gaat doen. De DS3 Crossback, DS Crossback e-tens, DS7 Crossback e-tens. Dus ik denk dat dat toch al een heleboel is voor 2019. Meneer Willems, de Wrangler, eindelijk in België. Content? Zeer content, absoluut. Het is het icoon van het merk Jeep. Hè. Het is waarschijnlijk de meest avontuurlijke Jeep die we in het gamma hebben. Dus heel, heel blij dat die auto er is, ja, absoluut. Hij is compleet vernieuwd. Wat is er eigenlijk allemaal nieuw? Wel, de auto is trouw gebleven aan zijn look. Maar alles, laat ons maar zeggen dat alles nieuw is. Van connectiviteit tot de design, de mogelijkheden, een nog beter 4x4 systeem. Die auto is volledig nieuw. Het gaat niet om een facelift, het gaat niet om een modelaanpassing, zeg maar. Het is echt een volledig nieuw voertuig. Blijft hij trouw aan zijn ladderchassis? Die blijft absoluut trouw aan dat chassis. De wagen is echt bedoeld voor twee typen publiek. Hè. Het publiek die een auto wilt met een speciale, echt originele look, maar die hem niet onmiddellijk zal gebruiken 4x4. Maar dan anderzijds ook, en dat kan hij waar anderen heel ver achter blijven, kan op de meest ruwe gebieden kan hij zijn mannetje staan. Hè. Jeep heeft eigenlijk zijn hele gamma vernieuwd. Hè? Wij hebben afgelopen jaar 2018 het beste verkoopsjaar ooit neergezet. Nu, dat was niet mogelijk geweest hadden we geen nieuwe modellen gelanceerd. Twee belangrijke nieuwe modellen zijn daarbij gekomen de laatste jaren. Dat is de compacte Renegade en de Compass, die we 2 jaar terug hebben gelanceerd. Die hebben ervoor gezorgd dat echt de verkoop van het merk een ware boom kent. Hè. We hebben een volledig gamma. We zijn het enige volledig SUV-gamma van de markt. Het is onze specialiteit. De SUV-markt is in volle expansie. Dus bon, het is normaal dat we met Jeep daar successen op tekenen. Mogen we bij jullie ook softroaders, zoals dat heet, verwachten? Ja, softroad noemen wij auto's die niet 4x4 zijn, 2x4, die bedoeld zijn voor de stad enzovoort. Renegade en Compass zijn echt softroaders. Dat zijn auto's met de look, met het imago van een Jeep, maar die, laat ons maar zeggen, voor meer dan 95% besteld worden in 2x4 uitvoering. Ja, absoluut. Wat mogen we in 2019 nog van jullie verwachten? Wel, 2019, nu qua nieuwe modellenpolitiek zitten we echt heel up-to-date. Het volledige gamma is vernieuwd. Dus daar hebben we echt, vorig jaar nog de nieuwe Renegade gelanceerd met de 1 liter 3 cilinder motors. Qua nieuwigheden zitten we daar goed. Eind dit jaar, eind 2019, komen we met de Jeep Renegade hybride elektrische aandrijving.
En dat zal binnen de FCA-groep het eerste model zijn die we zo kunnen aanbieden. Mevrouw Michiels, Jaguar, SUV, maar Jaguar is eigenlijk ook sport en toch vooral geassocieerd met sport. Jaguar is inderdaad bij uitstek een sportwagenmerk en dat vertaalt zich vandaag ook in de nieuwigheden die we presenteren op onze stand. Enerzijds is dat de nieuwe F-Pace SVR, de uiterst sportieve variant die wordt gemaakt door onze Special Vehicle Operations, de divisie die voor alle exoten zorgt binnen Jaguar Land Rover. FPC Sfeer is vandaag op de stand aanwezig als Belgische première. Maar daarnaast stellen we ook in wereldpremière de F-Type Checkered Flag voor. Dat is een speciale editie van onze F-Type, de sportwagen van Jaguar. En ook die is te bewonderen op de stand. Ik neem aan dat daar potente motoren in zitten, om maar iets te noemen. Dat klopt. In de SVR zit een 5 liter motor, een V8, supercharged met 550 pk. Dus dat is een stevig dier. Jullie combineren sport met elektrische auto's en jullie nemen ook deel aan de Formule E. Waarom doen jullie dat? Lang geleden was autosport altijd een onderzoeksdomein. Bij elektrische wagens is dat terug geworden, omdat het heel belangrijk is om te kijken naar de duurzaamheid van de batterijen, de invloed die het gebruik van de batterijen met zich meebrengt. En Formula E is daar vandaag het ideale domein voor om dat te gaan doen. Tot nu toe heeft dat geleid naar de I-Pace. Komen daar ook nog andere afgeleiden? Er zijn vanaf 2020 een heel aantal nieuwe wagens die op het programma staan of huidige wagens die geëlektrificeerd zullen worden. Dat kan zijn dat er een volledige elektrische variant komt of een hybride variant. Het zal een combinatie zijn, verschillende, maar vanaf 2020 mag u een heel aantal nieuwe aandrijvingen verwachten. De publieke laadinfrastructuur ging vandaag in België ernstig achterop. Dat is een beetje een probleem. Vandaag, als wij een elektrische I-Pace verkopen, zullen wij de consumenten ook telkens aanbevelen om thuis een laadpunt te installeren, om zo toch met een gerust gemoed met zijn I-Pace te kunnen rijden. Meneer Schuijbroek, 2019, Renault, Autosalon, wat mogen we van jullie verwachten? Wel, we hebben hier een aantal eyecatchers en de grootste eyecatcher zou ik zeggen, zowel in concept als in grootte, is wat hier achter ons staat, de Easy Pro. Een conceptcar die we voorgesteld hebben op het Salon van Hannover, wat een bedrijfsvoertuigensalon is, wat Brussel ook is en totaal hier zijn plaats vindt. Het is een concept die we eigenlijk in het leven gaan roepen vanaf de jaren 2030-2035. Het is zo dat met de opkomende e-commerce blijft de challenge in de steden vooral de zogenaamde last mile delivery. Dit is een auto die elektrisch is, autonoom. En ook geconnecteerd met de smart cities van de toekomst. Hoe werkt het? U hebt een soort van treintje, dus je hebt één pot zoals we noemen. Dat is de leaderpot waarin een conciërge zit die zorgt voor de dispatching. Al die wagens worden geladen in een dispatchcentrum buiten de stad, gaan vervolgens de stad in en kunnen dan elke wagen op zich kan autonoom leveringen gaan doen in de stad. Elke trein, elke wagon van dit geheel is volledig modelleerbaar. Je kan er bijvoorbeeld een leveringsdispatchcentrum van maken in de stad, mobiel, met lockers waar de klanten zelf hun levering gaan afhalen. Maar bijvoorbeeld ook, je kan er ook een foodtruck mee maken. Zoals hierachter hebben we een koffiebar. Dus elektrisch, autonoom, geconnecteerd met de smart cities. Nu kan ik me voorstellen dat jullie daar wel de techniek voor hebben, maar is onze omgeving, zijn onze steden daar klaar voor? Nee, dat is inderdaad dus de uitdaging nog. Daarvoor hebben we inderdaad die smart cities nodig. Dus het voertuig moet kunnen communiceren met de steden, maar ook met de infrastructuur van de steden. En daar is inderdaad nog heel wat, nog wat werk te doen vanuit de overheden toe. Maar zolang, van zodra dat we wel bepaalde tracés zullen hebben in de steden, kunnen we dit perfect implementeren. Enfin, iets korter bij deze tijd is de Mégane RS Trophy. Jullie blijven sportieve auto's maken.
Ja, inderdaad. De Mégane RS was vorig jaar op het salon de ster van onze stand. Stond heel centraal. Vandaag stellen we de Mégane RS Trophy. Het is eigenlijk een evolutie van die Mégane RS. Nog sportiever, nog extremer. De motor is opgekitteld van 270 naar 300 pk. 420 newtonmeter koppel. Dus een heel sportieve auto. Ook de ophanging heeft het cubechassis. Heel aangewezen voor circuitbeleving. Met krachtigere remmen, een strakkere ophanging. Dus heel veel circuit en rijplezier. Jullie hebben ook een rits nieuwe motoren voorgesteld. Wanneer komen die op de markt? Ja, inderdaad. We zijn begonnen vorig jaar met de Scenic, die de eerste auto was die de nieuwe benzinemotor 1.3 gekregen heeft. We zetten het voort op de rest van ons gamma. Bijvoorbeeld ook op nieuwe Kadjar, die hier op het salon staat als Belgische première. Een belangrijk evenement voor ons, die zowel buiten als binnen herwerkt is. En vooral binnen heel veel werk is gebeurd op het dashboard, met een beter geïntegreerd multimedia systeem onder andere. Hoe zit het eigenlijk met jullie positie op de echte bestelwagenmarkt, de White Van? Ja, dus de bestelwagenmarkt is een heel belangrijk segment voor ons. Renault is in België al leider op die markt sinds 2014. We hebben een kleine onderbreking gehad in 2013, maar als we verder gaan, zijn we eigenlijk al leider bijna 10 jaar op de Belgische markt. Heel belangrijke markt, met ook een heel breed aanbod, gaande van Kangoo en Master. En wat vooral hier belangrijk is in Brussel, is dat we nu ook een elektrische versie hebben van een grote bestelwagen, de Master ZE. Ook weer om aan die last mile delivery vraag te kunnen beantwoorden. Die auto heeft een autonomie, een reële autonomie van 120 kilometer, wat in de stad, voor levering in de stad, perfect haalbaar is. Hoe zit het eigenlijk met de Twingo? De Twingo is een auto die dit jaar enkele evoluties zal ondergaan. En binnenkort gaan we daarvan een facelift aankondigen. En die zal dan vervolgens op het salon van Genève worden voorgesteld. Zijn er nog dingen in 2019 waar we naar kunnen uitkijken? Ja, het evenement van 2019 wordt ongetwijfeld voor ons de vernieuwing van de Clio. Een totaal nieuwe auto. Een auto die heel belangrijk is voor ons. Want bijvoorbeeld in België is het de tweede best verkochte auto na de Volkswagen Golf. Dus voor ons een heel groot en belangrijk evenement. Meneer Hendricks, de Musso, een bekende naam bij SsangYong, maar het is nu wel een andere en vooral een nieuwe auto geworden. Inderdaad, in 2018 hebben wij de Musso op de markt gebracht. Dat is eigenlijk de vervanger van de Action Sport, ook de vorige pick-up in het SsangYong-gamma. De grote verschillen hier zijn eigenlijk dat deze wagen echt gebaseerd is op de Rexton, dus op de luxueuze 4x4. Hij heeft dezelfde interieur, dezelfde voorkant, dezelfde motorisatie ook. 2,2 diesel, 181 pk. Dus dat maakt daar een vlotte wagen van. Die bovendien vooral gaat gebruikt worden, denken wij, door mensen in hun vrije tijd. Hè, die op zoek zijn naar een vooral fiscaal gunstige wagen om hun vrije tijdsdingen te kunnen beoefenen. En langs de andere kant gaan we er ook wel wat professionele gebruikers mee aantrekken. Want met zijn trekvermogen van 3 ton zien we toch wel dat dat een wagen is die absoluut zijn mannetje kan staan en bovendien de professionele gebruiker kan laten genieten van het comfort van het interieur en ook van de ophanging. Als je zegt professionele gebruiker, dan is hij toch meer hardcore 4x4. Ja, klopt, inderdaad. Dus deze wagen heeft ten opzichte van zijn voorganger toch wel heel wat meer 4x4 capaciteiten. En bovendien ook verkrijgbaar met een limited slip differential voor de mensen die echt het terrein ingaan. Dus we kunnen dat toch wel heel wat bieden met ons merk. Als ik hem zo bekijk, dan heeft hij een wat kortere laadbak dan we gewend zijn. De laadbak is inderdaad relatief kort. Nu binnen het segment zien we wel dus dat we wel een van de hoogste laadbakken hebben daarin. En dus dat maakt eigenlijk dat hij toch wel praktisch wordt voor dingen te gaan vervoeren. Binnen dat segment blijft het toch wel echt die comfort pick-up zoals hij gekend is, die voor ons een belangrijke zaak blijft. Binnenkort, naar het einde van het jaar, komt er ook een langere versie uit ervan. Dus dat gaat, die laadbak die gaat 30 centimeter langer zijn. Dat is dan voor de zeker superprofessionele gebruikers eerder, want daar gaat ook de achterophanging aangepast worden. Gaan jullie er ook mee sporten, want hij vervangt tenslotte de Action Sport? Voorlopig gaan wij met de nieuwe Musso niet sporten, zoals we deden met de Action Sport in de SRX Cup. De SRX Cup was een zeer succesvol evenement, uiteindelijk achteraf bekeken. Heel wat mensen hebben daar kennis gemaakt met de rallycross, maar ook met ons product. En het leuke eraan is ook, die wagens hebben nu 2 volledige seizoenen gereden. We hebben niet 1 motor moeten open doen, dus qua betrouwbaarheid is dat toch voor ons ook wel een belangrijk teken. En dat gaat nog dit jaar door?
En dit jaar gaan we ook nog de SRX Cup verder doen. Weliswaar in een iets andere configuratie. Binnenkort gaat u daar meer over vernemen. Maar we blijven wel verder gaan met die SRX Cup, gezien dat succes voor ons merk. Wat mogen we van SsangYong, want jullie zijn een merk on the move, nog verwachten in 2019? In 2019 komt er een nieuw model uit. Dat zal in Genève voorgesteld worden. En bovendien gaan we dan begin 2020 een elektrische versie hebben, een SUV elektrisch. Mevrouw Gert, Toyota en het bedrijfswagensalon bestaan hier bij de nieuwe RAV4. Hoe nieuw? Zeer nieuw. Belgische première, dus de eerste keer in België. Ook met een volledig nieuwe 2,5 liter hybride motor. Hij is ook een klein beetje ruimer, vooral van binnenin. En ondanks het feit dat hij ruimer is, kan hij toch beter verbruik en lagere emissiecijfers voorleggen dan de vorige generatie. Het is trouwens al de vijfde generatie. Dit jaar viert de RAV4 zijn 25e verjaardag. En het is trouwens ook de meest verkochte SUV wereldwijd. Voor zal die alleen hybride te kopen zijn? Hij is beschikbaar in hybride, in benzine, maar niet in diesel. Dus in 2018 heeft Toyota aangekondigd te zullen stoppen met dieselwagens voor personenvoertuigen. De RAV4 valt daar ook onder en we zien daar dus het gevolg van. En hoe zit het dan met de bedrijfswagens als dusdanig bij Toyota? We hebben de ProAce vorig jaar geïntroduceerd. Hij heeft nu een nieuwe motor. Dat is natuurlijk wel een diesel, maar dat is de allerlaatste normering, dus 6D temp. De Corolla is ook terug van eigenlijk nooit weg geweest in de wereld. En hij komt hier met een volledig nieuwe 2 liter hybride motor. Dus de 1,8 liter hybride motor die kenden we al van de Prius, van de CHR. Een nieuwe 2 liter motor voor mensen die toch hybride willen rijden, maar met een klein beetje meer power. De Prius heeft u ook een beetje onder handen genomen. Wat is daar veranderd? Ja, vooral van achter zijn die lijnen puurder en eleganter geworden. We kregen de kritiek te horen van sommigen dat hij er een beetje te Japans uitzag. Dus daar is aan gewerkt. Een auto waar de autoliefhebber reikhalzend naar uitkijkt, jullie nieuwe Supra. Hoe staat het daarmee? We kunnen zeggen dat het razendsnel gaat met de bestellingen voor de Supra. Dus we hadden 900 wagens beschikbaar voor Europa. 72 daarvan voor België en die zijn al allemaal gereserveerd. Ik ben te laat. U kan wachten op de volgende productie, maar dat zal waarschijnlijk al 2020 zijn.